Ik ben Tine Magnus. Ik ga voor de eerste keer naar de Olympische Spelen in de discipline eventing met mijn paard Dia van het Lichterveld. Ja, dat was een beetje een droom dat je denkt dat het niet waar is, want je droomt al lang van mijn kind en als je ouder wordt, en dan kwam het altijd dichterbij en had ik er wel hoop op, maar als dat effectief wordt bevestigd, dan ja, waanzinnig gevoel. Twee jaar geleden won ik de eerste keer een vierster, werd ik Belgisch kampioen. Dus dan denk je wel, oké, er is een kans dat het ooit lukt. Maar na alle hoogtes komen er in de paardensport ook altijd wel laagtes, dus het was zeker niet makkelijk. Maar dan begin dit jaar, de eerste selectiewedstrijd, won ik ook. En dan denk je, ja, dit is wel een goede start van het jaar. En dan eigenlijk de twee andere wedstrijden heb ik ook wel zeker bevestigd. Dus het was een goed jaar voor mij, dus ik had er wel zeker mijn zinnen op gezet. En dan, ja, nu mag ik gaan, dus dat is fantastisch. Mijn paard. Dat is zeker en vast. Iedereen zegt altijd, je moet het gezien als een gewone wedstrijd, gelijk altijd. En dat gaan we proberen. Voor de rest niet veel anders dan anders. Het zal genoeg gedoe er rond zijn om het toch zo gewoon mogelijk te laten aanvoelen. Mijn familie die hadden vorig jaar het geluk om toch tickets te kunnen kopen. Mijn ouders, mijn broer, mijn zus, mijn vriend. Die gaan er allemaal bij zijn, dus dat wordt wel superleuk. Want eigenlijk gaan zij nooit naar een wedstrijd van mij kijken. Ja, eventing was altijd een hobby voor mij. Ik heb eigenlijk altijd met de ponies gewoon LRV landelijk gereden. En zo in contact gekomen met crossen en stiltjes aan ingegroeid. En nu nog steeds werk ik bij mijn ouders en met mijn broer samen op ons witloofbedrijf. Wij kweken mini witloof. En ik blijf dat zeker doen omdat dat een zekerheid is. Omdat ik vind het leuk dat ik mijn sport kan doen. Echt volledig in functie van de wedstrijden en hoe dat ik het wil. Omdat ik er niet moet van leven, kan ik bepaalde beslissingen nemen van als het bijvoorbeeld de grond niet te goed is, dat ik zeg van deze wedstrijd rijd ik niet. Wij hebben witloof 52 weken lang door, dus dat stopt niet bij ons. Witloof kuisen en de bestellingen wegbrengen naar de veiling. Daarnaast zijn we ook op het veld aardappelen, zoete aardappelen en het witloof. Dus dat opvolgen, dat allemaal goed groeit. Dus ik ben dankbaar dat ik de kansen krijg om mijn droom een beetje na te jagen en dat zij alles op zich nemen, dat ik me dan kan concentreren op de paarden. Te veel om op te noemen, denk ik. Het zijn allemaal kleine geetjes uit. Dus mijn groom kent die wel. Ik drink altijd koffie uit dezelfde tas. Ik heb altijd een euro in mijn zak. De avond voor de cross eet ik altijd spaghetti. En die komt hier van een plaatselijk restaurant, een volle pot. Daar gaan we altijd de saus halen. En zo zijn er nog wel kleine dingetjes. Ik weet ook niet waarom dat bepaalde dingen zo zijn. Maar waarschijnlijk omdat ik een goed resultaat had met toevallig iets. En dan denk je, ja, daar geloof ik in en dan hou je eraan. Zien dat de stal van Dia goed is, zodat zij zeker op haar gemak staat. Dat er genoeg schaveldingen zijn, water, alles voor haar eerst installeren. En dan nadien zelf eens op verkenning gaan, kijken waar wij slapen. Proberen een stukje van de cross te zien. Daar kijken wij toch altijd het meest naar uit, hoe dat die gaat zijn. En zeker in zo'n idyllische omgeving. Ik denk voor ons eventingruiters wordt het een van de mooiste spelen in jaren. Ja, in zo'n park te mogen rondgalopperen, ja, dus dat wordt waanzinnig. Ze hebben heel veel geïnvesteerd, echt een heel lang stuk over het water. Ook een soort van grote fontein hebben ze hermaakt, dat we daar kunnen inspringen en uitspringen. Dus het wordt ja, heel speciaal, denk ik. Oh, meestal wel zoveel mogelijk. Zeker alle Belgen probeer ik wel te volgen. Atletiek en gymnastiek, dat zijn natuurlijk wel zo de grote belangrijke die iedereen denk ik wel volgt. En zeker die gymnastiek vind ik altijd wel super mooi om naar te kijken. En daarnaast probeert je wel alles, de volleyballers, basketters, wielrennen, Lotte Kopecky. Ja. Zoveel mogelijk. Ik denk dat het nu iets moeilijker gaat zijn de dagen zelf, dat je meer gefocust gaat zijn op je eigen discipline. Maar gelukkig zijn wij een van de eerste en zijn we eigenlijk redelijk snel klaar. Dus nog tijd genoeg om voor de anderen te supporteren. Als team ja, zijn we wel sterk. Karin en Lara zijn twee fantastische ruiters. En als ik ook een beetje mijn best doe, dan kunnen we met drie wel een heel mooi resultaat neerzetten. Ja, dat Olympisch diploma waar iedereen over praat, zo top 8 met het team, moet als alles goed gaat wel haalbaar zijn. En, ja, want we willen natuurlijk nog wel iets meer, maar dat zal aflopen.
Individueel zou ik heel graag bij de laatste 25 de tweede finale mogen springen, want alleen op de Olympische Spelen hebben wij een tweede jumpingparcours. Dat zijn alleen de beste 25. Moest ik daarbij geraken, dat zou wel heel fantastisch zijn. Daar gaan we voor. Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik denk dat de stadse dromen voorbij gaat. Maar zoals ik zei, als we met ons drie echt wel een goed weekend hebben, waarom niet? Zit er wel een kans in.